Het laatste nieuws uit Middelstum. Dit is Middelstum TV. Burgers van deze streek, van harte welkom. Uw machtige heerser, keizer Augustus, heeft het bevel gegeven tot een volkstelling. Hij wil wel eens weten hoe groot zijn rijk is en hoeveel mensen daar wonen. Ook u uit deze streek afkomstig. Ik neem aan dat u in Middelstum geboren bent. Dan moet u hier zijn. Anders moet u zich in een andere plaats begeven waar u geboren bent. U kunt zich zometeen laten inschrijven. Houdt u rekening met wachttijden. Blijft u alstublieft als groep bij elkaar. Er zijn wolven gezien in de omgeving. Wend u zometeen tot de Romeinse soldaten. Die zullen u helpen met het inschrijven. Het keizerrijk van Augustus is groot. Wij gaan terug naar het jaar 0. In dat machtige keizerrijk gebeurt ook iets heel kleins. Een klein verhaal van een timmerman en een vriendin die op weg gaan om zich te laten inschrijven. Wij nodigen u uit dit verhaal mee te beleven en wensen u veel plezier op deze reis. Waar moet hij zijn dan? Ja, hij moet ergens. We hebben de ster gezien en die is zo zeggen. Oh, dat is een koningskind. Ja. Oh! Dat is echt een koningskind, hè? Ja. Ja. Ja, en nu dachten jullie dat hij in het paleis was, natuurlijk. Ja, maar ik ben te oud. Ik heb geen prinsen meer, geen jonge prinsen meer. Dat is Maar hebben jullie echt een ster gezien? Ja, hoor. Zeker. Die gaan wij volgen. Daar gaan jullie in volgen? Ja. En waar gaan jullie heen dan? Ja, Ginter. De ster achterna. De ster. Waar de ster nog schijnt. Maar, kunnen jullie beloven dat je terugkomt? Want ik wil dat kind ook zien. Ja, hoor. En ik wil hem ook geschenken geven, denk ik. Oh, dat doen we zeker. Ja? Ja, hoor. Oh, geweldig dat jullie terug willen komen. Daar reken ik op. Ja. En ik hoop dat je veel geniet in mijn rijk. Ja, dat denk ik ook. Want we zullen het weer niet. Ja. Staan, onze koning. Ja. Is dat een jongetje? Ja, zeker. Ja, maar dat ken ik ook wel. Ja, dat ken ik niet. Nee. Prachtig, hè? Ja, dat is een jongetje. Ze is net zo lief. Ja. Het is toch wel een heel kleintje, deze. Drie maandjes. Oh, toch? Ja. Ja. Zij doen ook mee. Iedereen is er wel van. Ben jij nou ineens kindje Jezus geworden? Hè? Nou, dat is wel een voorrecht voor zo'n kind, hè? Ja. Nou, kun je laten vertellen. Ja. Leuk, hè? Ja.
Toen hou hem wakker. Je zei dan, als nou mama pop is, dat is wel een heel bijzonder kerel die direct mama kan zeggen. Ik ga je van Groningen een gedicht verlezen en die is van Annie van Dieken Hooghoes. Hooghoes. In rust van het nachtelijk duister, lang herders rondom het vuur. Zij sluipen met elkaar wel vijf kwartier in het uur. In ooit schrokken ze wakker, licht scheen glen en fel. Een engel stond zo stoef bij haar, ze waren vreselijk kel. Wees maar niet bang, zei de engel, ik mocht je ja al blied. Die blijdschap is voor het hele volk, alleen kom nou aan zien. Mijn boodschap is, in het Lutje Lauw, in Davids Hostel staat, is Christuskind geboren. Ga je nou maar gauw op pad. Hij zal het Lutje vinden, in het kripke, in het stal. Hij ligt in douken wikkeld, vertel het maar overal. Een hemelskoor van engel, die gaat hem God douw eer. En zong, vrede op eerde, de Jezus onze Heer. Dit was voor herders teken. Zij leidt naar school Malloyn en ging gauw naar Bethlehem. Zij wil Jezus zijn. Door lag kind in het kripke, sluip in einde nood. De herders gingen weer naar het veld en maakten Gods naam groot. Heel prachtig, mooi. Ja, heel mooi. Heel mooi. Heel mooi. Ja, prachtig. Nou, veel plezier verder. Dank je wel. De rest van de tocht. Ja. Doei. Dat doen we al mannen, maar we zijn een beetje moe geworden van al het grijs. Oh, maar jullie zijn er nog aan. Nou, je bent er vlakbij. Daar is het. Akkoord. Is het een mooi kindje? Ja. De moeite waard? Ja. Anders gaan we terug, ziet u. Nee, het is de moeite waard. Van Herodes moesten we trouwens een onderzoek instellen. Of het kind inderdaad... Niks van aantrekken. Nee? Deugt die man een beetje uit? Nee. Nee, helemaal niet. Nee. Zie je wel? Ik zei het al. Het is een enge kerel. Niet naar Herodes. Het is een monster. Ja, precies. Goed. We hebben hier ook mee. Oh, hier ook een meer goud meegenomen. Ja, ja. Zullen de mensen blij mee zijn? Voor jou, alsjeblieft. Ja. Mocht je het kind weer tegenkomen, en anders eet je het zelf maar op. Oh, ja. Wat aardig. Nou, dat is het. Nou, we moeten vroeg die kant op, dus we moeten een beetje doorlopen. Ja. Dank u wel. Ja. Naar Arie Drijs. Just a simple man of trade. Why him with all the rulers in the world? Why him inside this stable filled with hay? Why her? She's just an ordinary girl. Now I'm not one to second guess what angels have to say. But this is such a strange way to save the world. La 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 la. Now I'm not one to second guess what angels have to say. But this is such a strange way. Strange way. Such a strange way. Strange way. Such a strange way to save the world. Ja, ik hoop succes met de kerstvolgende. Dat is wel goed.
goed. Ja, ja. Cool. Ja, ook hier is ook leuk. Oh, ik heb al die. Ja. Zo, daar wil ik niet uit over hebben. Maar hij volgt op. Ja, ik kon er net voor in kwijt worden. Ja, ja, dat lukte net. Ja, was het zelfs misschien wel een beetje niet. Ja, ik dacht al. Wil hij wat in de kraan, maar past het past niet. Nou, dan ook wel heel goed. Ja. Ja. Ja, dat is deze. Nou, ik zal even zetten hoor. Ja. Even kijken. Ja, ja, ik vind hem zelf, ik hou er zelf ook van. Ik sta hier wel hoor, voor de show. Hé, je bent een topper. Jan is er ook. Ah, wat lekker. Ja, ik heb er maar voor me stijgen. Ja, ik denk dat ik het wel heb. Ik heb die straks koud. Nee.